absoluut gezien ben ik niet heel veel hardere rondjes in de wedstrijd gaan rijden. Maar ik denk wel vanaf de goede plekken. En ik ben een stuk fitter aan die finales begonnen dit jaar, vorig jaar ook al. En dat is wel de groei die je ook met de ploeg maakt. Ik rijd nu voor het tweede jaar bij OK en het niveau is gewoon hoog. Het niveau in de training, maar ik denk ook dat, hè, of dat een beetje leuk en gezellig is, dat dat ook wel echt een groot ding is. Hè, ik heb het nu gewoon super naar mijn zin en ik heb het idee dat we met de ploeg ook allemaal gewoon plezier hebben in wat we doen. En dat betaalt zich wel uit in de wedstrijden. Die gunfactor, dat is wel een belangrijke, denk ik. Als een ploeggenoot wint en we hebben als ploeg daar allemaal een steentje aan bijgedragen, daar kan ik echt super blij van worden. Haast net zo blij als van mijn eigen overwinning. De kentering is denk ik een beetje gekomen. In Groningen won ik een massasprint. Waar en een Stroetinga en een Hekman allemaal bij waren. En als je dan laat zien van oké, de grote namen zijn op de afspraak, maar je rijdt ze er wel af. Dat was wel een moment waar misschien bij de ploeg dachten van oké, dan mocht in voorkomende gevallen het een sprint worden en Sjoerd zit er. Moet misschien maar daarvoor gaan. Ik wil niet koersen als een sprinter en ik heb mezelf ook nooit gezien als een sprinter eigenlijk. Dus ik vind het mooi om gewoon in de finale mee te doen. En zeker omdat ik gewoon een aantal sterke ploeggenoten heb die ook een wedstrijd kunnen winnen, ook in een sprint, is het ook in het belang van de ploeg als ik meega in de koers. En niet alleen maar afwacht en hoop dat er geen groepjes rondgaan of dat soort dingen. Dus en dat is ook het leukste. Ik bedoel, dat is toch marathonschaatsen, is koersen. Op het moment suprême, dan denk ik toch altijd, ja, Windhoor. Als je zelf al in je hoofd het idee hebt, oké, ik ga naar die binnenkant en daar stem ik mijn bocht op af. Dan probeer ik vanaf 2/3 van de bocht, hè, om daar een halve metertje wat ik misschien heb gelaten, om dat daar dicht te rijden. En er komt bijna altijd aan de binnenkant wel ietsje ruimte. En als je daar heel scherp op bent, dan kan er wel wat. Maar goed, buitenom kan het ook hoor. Ik rij al 7 jaar op Karamotos 525 ijzers. Dat kwam toen omdat ik in een schaatswinkel werkte die deze buis ging verkopen en ik wilde eigenlijk wel eens weten wat ik dan verkocht. Dus toen ben ik erop gaan rijden en dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, nou ja, hier moet ik ook niet meer van afstappen. En sindsdien valt het heel goed en ik heb ook niet meer getwijfeld over andere dingen. Ik werk natuurlijk de hele zomer hard om goed te zijn, maar uiteindelijk zijn deze heel belangrijk voor hoe het uiteindelijk uitpakt. Het voordeel van deze buizen is dat ik altijd kan ontspannen wanneer ik wil ontspannen. En als ik hard wil versnellen, hard wil aanzetten, dat ik op het goede moment de druk voel waar ik hem wil voelen. He, dus het is voor mij de combinatie van power leveren als het moet. En als ik een tandje terug wil schakelen, dat ik kan ontspannen op deze buizen en licht kan blijven rijden. Ik kan me haast geen wedstrijd heugen waar ik echt al 100% diep moest gaan en moest sleuren voordat ik finale ging rijden. En ik kan gewoon heel, voor mijn gevoel, heel lang ontspannen blijven en altijd een kogel overhouden, zeg maar. Waarom ik zo kan ontspannen is door de constructie. Het lemmet is heel hoog. En daardoor buigt hij eigenlijk altijd wel de kant op waar ik hem wil hebben. Ik heb nooit het idee dat ik mezelf vastrij of opblaas. En dat is voor mij de grote plus aan dit materiaal. De komende periode in mijn carrière zou ik graag nog titels winnen. Ik begrijp me niet verkeerd, ik vind dagoverwinning vind ik echt wel mooi. Daar heb ik ondertussen een klein rijtje van. En ik hoop dat ik daar nog aan toe kan voegen een aantal titels. En dat zijn bijvoorbeeld NK's. Maar dat zijn ook de langere wedstrijden op natuurreis. En daar moet ik me nog in ontwikkelen, maar dat is wel mijn ambitie.